en welkom bij deze korte video over SketchUp. In dit model zie je een vorm met een hoek daarin. Ja, je ziet allemaal hoeken, een hoek van 90 graden, een hoek van 90 graden, maar deze hoeken zijn afwijkend. Kan ik nou meten wat die hoek is? Dat kan, want er zit een hoekmeter in SketchUp en misschien kijk je er wel eens overheen. Dus vandaar deze video. Als je in de grote werkbalk kijkt, dan zie je een protractor staan. Protractor is Engels voor hoekmeter. Als ik daarop klik, dan zie ik een soort van gradenboog. Wij zouden daar een geodriehoek van maken, maar in Amerika hebben ze schijnbaar een grote ronde gradenboog. En die ga ik op de plek zetten waar ik de hoek van wil weten. Let er wel op, dat ding wil graag alle kanten op. Ik wil dat ding graag blauw houden, zodat hij recht blijft. Dus ik toets even de pijltoets omhoog om de gradenboog te vergrendelen. En dan zet ik hem hier neer op dit punt, want deze hoek wil ik weten. Ik doe een eerste klik, dan heb ik hem vast staan. En na die eerste klik ga ik de eerste as, zeg maar, meten waar vandaan ik ga meten. Ik geef een klik hier en vanaf deze lijn gaat hij nu meten hoe groot wordt dit. Dan leg ik hem op de volgende as en dan lees ik hier onderin 111,7 graden. Nou ja, stel nou dat ik dat wijzigen wil, zeg ik nee, jij mag wel 110 graden, dat is genoeg, 110, enter. En nou zie je de correcte lijn lopen. Kan ik hier met de gewone lijn, ik heb net de L van line toets ingetoetst, de hulplijn volgen van 110 graden, zo. En nou is die goed. Pak hier nog een keer de gradenboog, ga ik hem hier even kijken, 1, 2, 3, 70 graden. Nou, fantastisch. Dat is hem. De hulplijn onder een hoek. Je kunt hem natuurlijk ook in een andere richting gebruiken. Als ik hier zo dit maak en ik wil hier wat vanaf snoepen. Zeg ik nou, ik wil vanaf hier zo een dakhelling van 35 graden. Dan kan ik daar vervolgens een lijn overheen trekken. En dan poespoel ik hem naar achter. En dan heb ik er ook goed gebruik van gemaakt. Met de Avon Eraser gum je de hulplijnen eenvoudig weer weg. En dan heb je hem gebruikt. Dus probeer hem een keer. Klik 1, klik 2, klik 3. En je hebt waardes en een hulplijn erbij. Nou, mooi. Ik wens je een hele mooie dag. Dankjewel voor het kijken. En succes met mooie dingen maken. Goedjes.